Ja, ik weet zeker dat dit, als je zo'n kopje ziet, dan is het een karakterpop, hoe je het ook bent of verkeerd. Want het heeft echt een uitdrukking in het gezicht. Ja, ja. Een lichte vorm van chagrijnigheid zie ik er wel in. Maar dat kan natuurlijk, want je zal in zijn doosje zitten. Ja, nou ja, dat begrijp ik. Ja, eigenlijk had ik daar nog niet aan gedacht, maar dat is het. Dat is het, denk ik. Ze zijn van nu, deze popjes. Wil dat zeggen dat u een verzamelaar bent van popjes? Nee, dat ben ik niet. Liefhebber van poppen? Nou, ik ben er wel zuinig op, want anders had ik ze niet in dat doosje gedaan. Oh ja. En met de deksel erop, dat ze in ieder geval mooi bewaard blijven. Ja. Hoe komt u aan ze? Ik heb beide popjes gekregen. Van mensen? Van twee verschillende dames. Ja. Bij de een was het zo, dat was een verzamelaar ook van poppen en maakte zelf poppen. En die mevrouw die zei op een gegeven moment, nou, zoek maar een popje uit. En toen heb ik dit popje heb ik uitgezocht. En, vanwege de gezichtsuitdrukking? Ja, ik vond het gewoon een heel lief popje gewoon. Het is, ja. Maar deze, die had ik al wat eerder gekregen. Ik denk zeker 20, 30 jaar eerder gekregen van een mevrouw. En ik heb nooit geweten dat die twee een connectie hebben. Totdat ik hier vandaag kwam en deze mevrouw mij vertelde dat het dus eigenlijk hetzelfde soort popje is. Ja, kijk eens aan. Dat is heel leuk. Ja. Ja, dus eerst komt uit de tas, uit de doos en komt dit popje. En dan is het altijd toch een beetje moeilijk voor mij om te zeggen. Want het kan heel veel voor iemand betekenen. Ja. Hè? En dan moet ik zeggen, maar, en dat woordje maar is altijd al vervelend. Het is geen antiek popje, maar begin ik dan wat later met maar te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat het geen leuk popje is. Nee. Hè? Dus dat is duidelijk. Nee. Je hebt een Dream Baby van Armand Mazeien. En die is heel veel gemaakt, vroeger, maar ook nu. Je kon zo'n malletje kopen. Oh, kon je kopen? En ja. Om zelf te maken? Want anders kon je niet, iedereen kan, heeft een oven waar die porselein in kan stoken. Dus dan kon je deze malletjes kopen en de handjes of voetjes. En dat kon je kopen. En dan ga je zelf een lijfje maken van stof. Nou, in dit geval is het makkelijk te zien. Het heeft een beetje O-benen. Beetje? En een beetje erg. Maar als je zo doet, zie je er toch een hartje in. Oké, vooruit. He? Laten we het dat zeggen, hè? Maar het is met fiber opgevuld en leuk aangekleed. Leuke ogen. En zo'n popje, daar moet je toch voor betalen. Want dan moet je die mal kopen en dan ga je het schilderen. En nu heb ik heel veel replica's gezien. Maar deze is erg mooi gemaakt, vind ik zelf. Ik vind dat wel kan een persoonlijkheidje. Ja, maar een replica. En dan krijg je niet de prijs van een antiek popje. Ja, misschien krijg je vandaag €50, €75. Dus dit was afgehandeld. Toen zegt mevrouw, ja, ik heb nog wat in het doosje zitten. Toen dacht ik, ja, ga nou beleven. Dit is toch leuk? Weet ik, dus, ja. Vertel, waarom is dit zo leuk? Ja, dit is zo, kijk, dat is dan toch, dit is antiek. Oh, maar ik zit nu ook naar het gezicht te kijken. Het is ook wel weer een karaktergezichtje. Ja, en dat is ook een Armand Mazeien, 353, K. Ja. En de K wil ook zeggen dat ze een gesloten mondje heeft en een hard lijf. Dat wil zeggen, het lijf is ook van, niet van stof, nee, maar van papier-maché. Papier-maché, ja. Ja. En het is zo schattig en helemaal nog origineel gekleed. Dit is niet. En als je zegt antiek. Ja, dan praat ik uit 1920, 1925. Ja. Zo. Ja. En dan heb je deze popjes in blank. En je hebt ze in donkerbruin, bijna zwarte popjes. Ja. Maar, of je hebt ze in de oriental. En de oriental is altijd een beetje groenig van kleur. Ja. Als je hem zo in het daglicht ziet, dan heeft hij een beetje groenig kleurtje, apart kleurtje. Ja, 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 ja. Nou, ik was werkelijk aangedaan, want ik vond het zo ontzettend schattig. Ja. Maar ja, de onvermijdelijke vraag is natuurlijk, hoeveel is dit popje dan waard? Ja, dit popje is waard toch een €750 op 800. Ja, en dat ligt maar aan hoe iemand zo heel graag dat orienteltje wil hebben. Maar ze zijn altijd, sowieso altijd al duurder dan de blanke pop.